Goedendag, dit is het weekoverzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. De gemeente Rijswijk investeert de komende jaren fors in realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Doel is om te zorgen voor voldoende aantrekkelijke, veilige en gezonde onderwijsgebouwen. Er zijn ruim 6.500 kinderen die in Rijswijk naar school gaan. Tot 2042 is gepland dat een groot deel van de scholen wordt vervangen of gerenoveerd. Daar is nu een plan voor vastgesteld. Uitgangspunt is dat de kinderen in hun eigen wijk basisonderwijs kunnen volgen. Ook moeten alle kinderen hun schooldag kunnen doorbrengen in een frisse en geventileerde omgeving. Wethouder Besteman van Onderwijs wil daarom nu vastleggen hoe dit in de komende jaren wordt gerealiseerd. Het warmtesysteem Westland zorgt in 2025 voor een besparing die vergelijkbaar is met 400.000 huishoudens. Er wordt dit jaar nog gestart met de aanleg van een warmtenetwerk waarbij allerlei bronnen in het Westland aan elkaar worden gekoppeld. Aan het systeem wordt gewerkt door de glastuinbouw, gemeente, provincie en grote publieke partijen. Vanuit het op te bouwen warmtenet wordt aardwarmte geleverd aan de tuinbouw. Ook restwarmte uit de Rotterdamse haven en andere bronnen worden later aan het warmtesysteem toegevoegd. Woonwijken kunnen in de toekomst tevens gebruik maken van het nieuwe systeem. Een uitleg. Sluit aan bij de energierevolutie. De energierevolutie komt van binnenuit. Letterlijk. Diep in de bodem, hier in het Westland, ligt de bron van een duurzame toekomst. Geothermie. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, is dus beter voor het milieu. In het Westland zijn de omstandigheden ideaal voor aardwarmteprojecten. Water met een temperatuur tot wel 90 graden wordt vanaf 3 kilometer diepte omhoog gepompt. Die warmte gaat vervolgens naar lokale warmtenetten. Het gebeurt nu al op 6 plekken en er komen er meer. Initiatiefnemers en afnemers van deze duurzame warmte? Dat zijn de ondernemers in de glastuinbouw. Zo zorgen zij er met elkaar voor dat hun groenten, planten en bloemen beter kunnen groeien. Nu is het tijd voor de volgende stap. Wat als we nou al die lokale warmtenetten aan elkaar knopen en uitbreiden? Door warmte uit te wisselen op het handelsplatform kunnen we beschikbare warmte optimaal benutten. Het is een ingewikkelde puzzel, maar met Warmtesysteem Westland laten we zien dat het kan. Steeds meer partijen maken onderdeel uit van WSW. Niet alleen warmteclusters, warmtenetten en glastuinbouwbedrijven, maar straks ook producenten van restwarmte. Zoals de haven van Rotterdam en allerlei andere afnemers die er gebruik van kunnen maken. Denk aan woonwijken, scholen of zwembaden, in het Westland en in naastgelegen woongebieden. WSW levert op termijn meer dan 500 megawatt vermogen. Hiermee kan het jaarlijkse gasverbruik van 400.000 woningen worden bespaard. Echte revolutie komt van binnenuit. Huurders van woningcorporatie Vestia in Delft zijn een campagne gestart voor beter onderhoud en meer zeggenschap. Al jarenlang wordt bij Vestia geklaagd door huurders over hoge huurprijzen in combinatie met slecht onderhouden woningen. Er zou sprake zijn van ongezonde tocht, vocht en schimmel. Na verschillende acties bij de verhuurder worden de pijlen nu gericht op de gemeente. Vestia splitst volgend jaar op in kleinere organisaties en dit is volgens de actievoerders het moment om daar fatsoenlijke organisaties van te maken. Een vertegenwoordiging van de huurders heeft overleg gevoerd met wethouder Schrederhof van Woonzaken. Ook in andere gemeenten zullen huurders actie gaan voeren. Een man is overleden nadat hij door een tram is aangereden op de Rijswijkse landingsbaan in het Haagse Ypenburg. Volgens getuigen zou hij voor de tram zijn geduwd door 3 jongens. De hulpdiensten kwamen massaal naar de plaats van het ongeluk, maar reanimatie mocht niet meer baten. Door de politie is in de omgeving gezocht naar de jongeren en daarbij werden ook politiehonden ingezet. Ook werd er een oproep gedaan via het burgernet. Het slachtoffer zou een wat oudere man zijn. Maatschappelijke non-profit organisaties die schade lijden door de coronamaatregelen kunnen nog tot 1 november 2021 een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Westland. Dit is al steuntje in de rug voor organisaties die schade lijden. Ze kunnen dan een compensatiebijdrage aanvragen.
Met de regeling wil de gemeente voorkomen dat de coronacrisis leidt tot faillissementen en andere problemen, zoals geldproblemen en het beëindigen van de activiteiten. Het OGM-raadschap van Delfland zet zich de komende jaren meer in voor de leefomgeving, om hem veilig, gezond en prettig te houden. De lasten voor bewoners en bedrijven blijven gelijk. Dit blijkt uit de begroting voor 2022. De klimaatveranderingen en de wateroverlast in Limburg bevestigen dat extra maatregelen nodig zijn. Extra ruimte voor het water is een must. Een voorbeeld van slim inzetten van beschikbare ruimte is het systeem waarbij tuinders hun waterbassins beschikbaar stellen voor de opvang van extra regenwater. Zo worden overstromingen voorkomen. Op 18 november 2021 vergadert de Verenigde Vergadering van Delfland erover. Bij een steekpartij in de Haagse Zilverstraat is een persoon zwaar gewond geraakt. De verdachte is door de politie aangehouden. Daarbij is ook geschoten. Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en ook de verdachte moest daar behandeld worden aan zijn verwondingen. Op de plaats van de steekpartij werd een mes gevonden. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor de steekpartij. Fred de Keijzer uit Naaldwijk heeft de regionale finale van de beste klusser van Nederland verkiezing gewonnen. Na het uitvoeren van een klusopdracht bleek dat hij de meeste vakkennis en handigheid uit de regio heeft. Fred moest in een uur tijd van beperkte materialen iets maken waar je met z'n tweeën een drankje aan kunt drinken. Hij mag de titel beste klusser van Westland een jaar lang dragen. Op 5 november is de landelijke finale. De wedstrijd wordt georganiseerd door een grote bouwmarktketen. Jack van der Ende heeft op het circuit van Francorchamps in België een podiumplaats behaald in de BMW M2 Cup. Hij deed dit samen met zijn teamgenoot Max Veels. Ze eindigden zondag op een derde plek. Dit is hun eerste trofee van het seizoen. Bij de afgelopen races in de BMW Cup behaalde het duo elke keer een vierde plaats. Door jury ingrijpen werd dat deze keer een derde plaats en dus een podiumplaats. Over 2 weken staat de volgende race op het programma. Dan wordt er op het circuit van Assen gereden. Tegen een 72-jarige man uit Delft is 5 jaar cel geëist. Hij zou gefungeerd hebben als bankier voor de onderwereld. Bij een inval in zijn huis troffen de politiemensen een speciaal afgetimmerde geluidsdichte ruimte aan. Daarin vonden ze de verdachte, een geldtelmachine, een zogeheten cryptotelefoon en 6 ton aan contanten. Na ontcijfering van de telefoon bleek dat er vanaf eind 2020 zo'n 6 miljoen euro door de man is geteld. Volgens de recherche zou hij er een dagtaak aan hebben gehad. De verdachte heeft bekend. Zijn partner van 70 jaar is vrijgesproken. Er was geen bewijs van haar betrokkenheid. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar het schietincident aan de Zilverstraat in Den Haag. Daarbij is een 24-jarige Hagenaar gewond geraakt. Hij wordt verdacht van het neersteken van een 55-jarige stadsgenoot. Bij de aanhouding van de verdachte heeft de politie geschoten. De Rijksrecherche doet nu onderzoek naar het schieten door de politie. Het slachtoffer die dodelijk gewond raakte na onder een tram te zijn gekomen, is een 39-jarige man met de Poolse nationaliteit. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Getuigen hadden gemeld dat de man voor de tram was geduwd. Het ongeluk gebeurde bij de tramhalte van de Antonie Fokkersingel in Ypenburg. Ondanks de inzet van de hulpdiensten is de man ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Maandagavond heeft zich een 15-jarige jongen uit Den Haag vrijwillig bij politie gemeld. Dinsdagochtend melden zich nog 2 verdachten. Een 15-jarige en 18-jarige jongen uit Den Haag. Zij zijn direct aangehouden en zitten vast. Tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht, fijn weekende en blijf gezond.